Tiel wil meedoen aan de landelijke wietproef. Ja, klopt. Het is het experiment voor de gereguleerde cannabisketen. De minister is gevraagd, een experiment, want nu een wetgeving is vastgelegd door dit kabinet, aan de gemeente die de vraag stelt wie daar mee zouden willen doen. En vervolgens wordt daar dan een keuze uitgemaakt door de minister zelf, op advies van de landelijke adviescommissie met deskundigen. En we hebben vanavond uitgebreid een goede discussie in onze raad over gehad. Uiteindelijk heeft een grote meerderheid van de raad aangegeven dat ze akkoord zijn als ik mij Tiel daarvoor aanmeld, want het is een burgemeestersbesluit. Hoe groot is nou daadwerkelijk die kans? Ja, dat is moeilijk in te schatten. Ik denk dat er toch nog een stuk of 20, 25 gemeenten zijn die zich aanmelden. En die adviescommissie zal goed gaan kijken naar de geografische spreiding en ook naar... Ja, die wil natuurlijk het liefst, hebben ze ook in het gesprek met ons aangegeven, verschillende soorten gemeenten hebben. Hè? Dus gemeenten die aan de grens liggen, gemeenten die meer in het midden in het land liggen, maar ook grotere en kleinere gemeenten. Dus we gaan kijken hoe dat uitpakt. Het zou heel mooi zijn als we daarvoor uitgekozen worden. Waarom is deze wietproef eigenlijk in het leven geroepen? Hij is in het leven geroepen, dat kabinet, omdat we lopen al een hele tijd aan tegen enorme criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshops. Wat bedoelt u daarmee? Heel simpel gezegd is het zo dat in het huidige gedoogbeleid is het zo dat de coffeeshop zelf en de verkoop die is legaal, maar de inkoop is illegaal. Dus dat is de rare situatie dat je bij wijze van spreken tegen Albert Heijn zou zeggen, je mag wel bier verkopen, maar de brouwerijen zijn verboden. Nou, dat heeft dus tot gevolg dat in het circuit tot aflevering aan de coffeeshop een heel crimineel circuit is ontstaan, waar enorme winsten worden geboekt. Waar hennepplantages op zolder zitten, waar heel veel overlast van hebben in onze maatschappij, heel veel kosten. Nou, daarvan hebben we het kabinet ook gezegd, daar moeten we een eind aan proberen te maken. En vandaar dit experiment om die gereguleerde keten, met tegelijkertijd de doelstelling om ook de gezondheid te monitoren. Dus ook te weten welke producten, want dat weten we nu ook niet, omdat die aanlevering illegaal is. Om straks ook te weten welke producten, zoals bij alle normale winkels wel gebeurt, dat je weet welke producten daar verkocht worden. Dus dat is ook een andere belangrijke doelstelling van dit experiment. De kosten die erbij gemoeid zijn, heeft Tiel wel dat geld? Nou ja, dat was voor ons natuurlijk een hele belangrijke vraag. Dus ik heb in overleg met de minister Schappenhuis en Bruins, die er allebei over gaan, over dit project. Maar ook bij de Landelijke Adviescommissie daar nadrukkelijke aandacht voor gevraagd. En zij hebben de toezegging gedaan van ja, als jullie mee gaan doen aan het experiment, we willen niet dat die 10 gemeenten dan in problemen gaan komen omdat het hun heel veel capaciteit en financiën kost. Zij hebben toegezegd, dat wordt een interdepartementaal project waar jullie mee gaan doen en wij gaan als ministeries gaan we jullie daarin volledig ondersteunen. U als burgemeester gebruikt dit traject eigenlijk als een tweetrapsraket, hè? Meteen maar eens proberen om daadwerkelijk die coffeeshops uit de binnenstad te krijgen. Ja, precies. Ik heb eigenlijk twee doelstellingen nu. Dit is deelname aan het experiment met de doelstellingen die ik net geformuleerd had. Dus ontcriminaliseren van die achterdeur en gezondheidsmonitoring. En tegelijkertijd is de Tielse doelstelling ook om die verplaatsingen te gaan realiseren. En de meerderheid van de coffeeshops wil dat ook zelf graag. Verplaatsing uit de binnenstad. Dat haalt de druk op die binnenstad heel erg weg. En dat wil ik tegelijkertijd hierin meenemen, als we dan toch met het experiment bezig zijn, als we uitgekozen worden. We hebben alle expertise en ondersteuning aan tafel vanuit Den Haag. Dan kunnen we die ook gebruiken om te kijken hoe we dit zo goed mogelijk gestand kunnen doen. En dan hebben we eigenlijk een win-win situatie. Moeten we dan gaan denken aan een soort van McWeed? Ja, je kan het noemen zoals je wil. Hè. Het gaat erom dat het één of meerdere locaties zijn buiten de binnenstad, waarin straks de coffeeshops dan gevestigd zijn. Die raad die was verdeeld, maar een grote gedeelte was voor. De partijen die tegen waren, wat was hun motivatie? Ja, dat zal je vooral ook aan de partijen zelf moeten vragen. Maar wat je merkt natuurlijk bij de discussie, en dat zie je ook op landelijk niveau, is dat het ook wel een principiële stellingname onder ligt, hè, hoe je naar coffeeshops kijkt. Ja, dus met name was dus ChristenUnie en CDA. Ja, dat is vanuit onze raad ook vanuit ChristenUnie en CDA. En daar kan ik me natuurlijk ook bij voorstellen. Ik denk daar zelf anders over. Maar goed, iedereen heeft natuurlijk het recht om dat standpunt te hebben. En ik snap vanuit een achtergrond, zeker vanuit de ChristenUnie ook, dat ze dat standpunt innemen. Tevreden burgemeester? Ja, ik vond het een goed debat. Ik ben natuurlijk ook tevreden met dat een hele ruime meerderheid van de raad dit steunt om die aanvraag in te dienen. Daar ben ik
verheugd over, omdat ik echt geloof dat dit een kans is, als we in het landelijk project zitten, om echt slagen te maken in onze binnenstad. En daar geloof ik echt in. En nou, het zou mooi zijn als we daarmee aan de slag kunnen.